Is er eigenlijk een gezonde manier waarop je je boosheid kunt kwijtraken? En is er ook een gezonde manier waarop je met boosheid kunt omgaan? Als je al langere tijd rondloopt met boosheid, dan krijg je negatieve effecten. Wat die precies zijn, en ook wat boosheid is, en vooral wat je nodig hebt om op een gezonde manier om te gaan met je boosheid, dat zijn de onderwerpen waar ik vandaag antwoord op wil geven. En als we beginnen bij boosheid, bij de emotie boosheid, dan is het slim om terug te gaan naar Erik Erikson. Hij hield zich bezig met de sociale en emotionele ontwikkeling. En hij zei, wat niet biologisch is, dat is aangeleerd. En wat aangeleerd is, dat kun je ontleren. En vandaag wil ik stilstaan bij hoe je nou op een slimme manier kunt ontleren als je ongezond omgaat met je boosheid. En dat je dus kunt aanleren hoe je gezond omgaat met je boosheid. En laten we dan beginnen bij boosheid. Jaak Panksepp, een psycholoog en ook neurowetenschapper, die was geïnteresseerd in breinsystemen die te maken hebben met die emoties die wij kunnen voelen. En hij had de vraag, kan ik in het brein gebieden vinden die ik kan koppelen aan emoties? En het bleek inderdaad zo te zijn. Hij heeft meerdere systemen in kaart gebracht. En vandaag willen we stilstaan bij het systeem dat hij noemt het rage system. Het woede systeem. En hij ontdekte dat je door stimulatie van dat systeem in het brein woede kunt opwekken. Het begint bij de amygdala. Het is gekoppeld aan de hypothalamus. En de hypothalamus, dat is ook dat deel van ons brein dat onze stressas aanzet, onze stress activeert. En het is ook gekoppeld aan een groepje cellen. En die heten de periaqueductale grijscellen. En die cellen die zijn gekoppeld aan onze motorische cellen in ons brein. Met andere woorden, zodra dat rage-systeem aangaat, activeert het ook in ons lichaam de fysiologische reactie om te vechten. Om de agressor, om die aan te vallen en om onszelf te verdedigen. Dus het is een heel oud systeem. Het is een systeem dat veel ouder is dan onze neocortex. En als we dan even teruggaan naar hoe we dan omgaan met dat systeem, met dat heftige rage systeem, dan is het interessant om te kijken naar Dr. Sarno. Ik heb hier het boek neergezet van Dr. Sarno, The Mind-Body Prescription. En Dr. Sarno was een arts die zich bezighield met rugklachten, schouderklachten, nekklachten. Dus klachten rondom de skeletspieren en klachten rondom de gewrichten. En hij ontdekte dat de mensen die kwamen met die klachten, je zou kunnen zeggen, leken biologische klachten, medische klachten. Er was iets mis in het lichaam. Je hebt rugpijn in je onderrug en die blijft. Je hebt nekklachten. En dan denken we al snel, oh, er is iets aan de hand in het lichaam. Dus kijken we naar vervormingen in het lichaam. We maken scans. En er werd heel snel gedacht, oh ja, de vervorming die we zien in de ruggenwervel, bijvoorbeeld de hernia's, dat zal wel die pijn veroorzaken in die onderrug. Maar na verloop van tijd bleek dat de medische ingrepen, die zorgden niet voor verlichting. Die zorgden niet voor een oplossing. En zelfs als er een operatie was geweest aan de ruggenwervel, kwam de pijn weer ergens anders tevoorschijn. En dus ging Dr. Sarno dieper kijken naar dit fenomeen. Aan de ene kant ontdekte hij dat er bepaalde persoonlijkheidstypen zijn die rondlopen met die pijn. En die kun je onder andere kenmerken door mensen die gedreven worden door perfectionisme. Die controle willen hebben. Mensen die hun gevoelens niet laten zien. Mensen die zichzelf minder achten dan anderen. Mensen die zich afhankelijk opstellen. Of die mensen gaan pleasen. Die rondlopen met angst. Of ze het wel goed doen. Die faalangst hebben. En hij ging naar die patronen kijken en dacht van, het is interessant om te zien dat dus die mensen die rondlopen met die klachten, met die pijnklachten, in hun onderrug of in hun schouders of in hun nek, dat die dus bepaalde persoonlijkheidstypen zijn. En in de gesprekken met zijn cliënten kwam hij er dus achter
dat het uiteindelijk bleek die pijn veroorzaakt te worden door onderdrukte boosheid. Zie daar de verbinding met het rage system. En je zou dus kunnen zeggen, biologisch wordt het rage system aangezet, neurobiologisch, dat gebeurt automatisch. En hoe we ermee omgaan, dus hoe we leren ermee om te gaan, dat is het psychologische kenmerk. En toen besteedde dokter Sarno aandacht aan dat psychologische kenmerk. En hij ging kijken van hoe ga je eigenlijk om met je emoties. En vervolgens heeft hij een programma ontwikkeld om mensen te leren om naar die boosheid te gaan kijken, die onderdrukte boosheid. En om te leren om die boosheid op een gezonde manier los te laten. En daar wil ik vandaag wat verder op ingaan. Maar voor ik dat doe, wil ik nog even benoemen dat dat hele complex waar dokter Sarno naar gekeken heeft, van die onderdrukte boosheid die zich uit in lichamelijke pijnklachten, dat noemde hij TMS, oftewel Tension Myositis Syndrome. En myositis staat voor spierontstekingen. Want als je spanning hebt in je lichaam, dat rage systeem, weet je nog, amygdala, hypothalamus, peria aquidactale, grijs, daar zit dus dat stukje hypothalamus tussen. Dat activeert onze stress, ons stresssysteem. En als je dat onderdrukt, dan loop je dus rond met chronische stress. En dan ondermijn je je immuunsysteem. En dan open je de deur naar het ontstaan van ontstekingen en van pijnklachten in je gewrichten en in je spieren. Als we even teruggaan naar hoe kun je dan op een gezonde manier omgaan met onderdrukte boosheid. En daarvoor wil ik allereerst even stilstaan bij het werk van psycholoog Leonard Berkowitz. Leonard Berkowitz hield zich bezig met onderzoek naar boosheid en hij ontwikkelde een model, een theorie. En de theorie staat bekend als de cognitieve neo-associatietheorie. En in die theorie ontdekte hij dat frustratie, provocatie en ook hoge temperaturen, dat die leiden tot een netwerk van negatieve affecten, negatieve signalen uit het lichaam, die via die associatie leiden tot negatieve gedachten, agressieve gedachten, agressieve emoties en de impuls om agressief te reageren. En de theorie werd onderzocht. Die werd onderzocht om te kijken of de behandeling van mensen met boosheid, of het helpt om die mensen die boosheid te laten uiten. En wellicht ben je wel bekend met die gedragstherapie, waarbij je zegt, als jij bijvoorbeeld rondloopt met onderdrukte boosheid, omdat je in een situatie met je ouders je boosheid niet hebt kunnen uiten, dan kun je bijvoorbeeld een kussen nemen of een object en je stelt je voor dat dat je vader is of je moeder en je kunt op dat kussen gaan meppen, je kunt gaan schreeuwen, je kunt in het kussen gaan schreeuwen en gooi die boosheid er maar uit. Dus je activeert dat rage systeem, maar je activeert dus ook dat associatienetwerk van al die ervaringen. En toen bleek dus dat bij de hypothese van helpt dat nou om de boosheid kwijt te raken? En het antwoord was nee. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan, twee verschillende groepen. De een uit de boosheid op die agressieve manier en de ander die doet dat niet. Na afloop bleek dat de mensen die dus in dat kussen aan het meppen waren, die waren na afloop nog agressiever. Met andere woorden, het voelt misschien alsof je iets kwijtraakt, maar je raakt die boosheid niet kwijt. Het is niet de gezonde manier om met je boosheid om te gaan. Wat is dan wel een slimme manier om met je boosheid om te gaan? Laten we daar nu eens bij stilstaan. En er zijn 4 stappen om dat te doen. En als ik het je uitleg, denk je, is het zo simpel? Het doen, dat is de uitdaging. En alleen al het aanvaarden dat dat gaat werken, kan voor sommigen al best een uitdaging zijn. En wat zijn dan die 4 stappen om gezond om te gaan met je gevoel van boosheid? Stap 1 is dat je
jezelf reguleert via je ademhaling. En het reguleren, als het je lukt in het moment zelf dat de boosheid geactiveerd wordt, dan kun je dan naar je ademhaling gaan en even een paar keer diep in en uitademen. Je kunt ook, als je in een herinnering terugschiet waarbij je die boosheid gaat voelen, eerst even naar je ademhaling gaan. Vervolgens, stap 2, benoem je die boosheid die je voelt, die fysiologische reactie in je lichaam, benoem je als een deel van jezelf die boosheid laat voelen. Je zegt, oh, er ontwaakt iets in mij. Er is een deel in mij die mij laat voelen dat er iets aandacht nodig heeft. En de derde stap is dat je dan een innerlijke dialoog begint met dat deel. Dat je dus gaat afvragen van, hey, wat wil dit mij nou eigenlijk vertellen? Ik voel die boosheid, er is een trigger en ik voel die rage in mij opkomen. En wat wil dat deel nou aan mij duidelijk maken? Wat wordt er nou in mij geraakt? En dan is dus de vierde stap dat je dus mindful gaat onderzoeken met nieuwsgierigheid en met aandacht en met vriendelijkheid naar jezelf. Van welke waarde in mij? Wat is hetgeen dat ik belangrijk vind dat nu geraakt wordt? Er is een trigger gekomen, ik voel die boosheid. En in plaats van dat ik dus in die agressie schiet en die ander aanval, of dat ik de boosheid onderdruk en dat ik net doe alsof er niks aan de hand is, sta ik stil bij dat gevoel dat zich meldt in mij en dat mij wil vertellen dat actie nodig is. Dat er iets dient te veranderen. Want dat is immers de functie van boosheid. Boosheid geeft ons aan dat er iets is dat aandacht nodig heeft. Het is dus een energie die geactiveerd wordt. En als je die op de juiste wijze inzet, dan kun je iets in je leven veranderen, waardoor je die boosheid ook definitief kunt loslaten. Want als je immers agressief reageert op de persoon die jou triggert, of de situatie, of je onderdrukt de boosheid, dan pak je dus niet datgene aan dat echt aandacht nodig heeft. Namelijk dat er iets is waar je naar dient te kijken en wat je dient te veranderen. En dat je dus verantwoordelijkheid neemt voor jouw boosheid, voor jouw emotie. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor dat deel in jou, dat je laat weten dat iets aandacht nodig heeft. Want ik praat dan immers ook als we het hebben over dat deel van jou. Dat zijn vaak ervaringen die we met ons meedragen van ons innerlijke kind. Het kan ook een tiener zijn. Onze jongen zelf. Die zich ooit niet heeft kunnen uiten. Die ooit rondliep met die onderdrukte boosheid. En die getriggerd kan worden. En door dus op een gezonde manier met dat deel een relatie aan te gaan. En die aandacht te geven. En te kijken wat die nodig heeft. Zodat die boosheid niet meer nodig is. Dan laat je de boosheid op een gezonde manier los. En dat is niet alleen fijn om dat te doen. Dat voelt prettig. Het is ook super gezond voor je hele autonome zenuwsysteem. Daarmee eindigt deze aflevering. Laat me weten wat je ervan vindt. Je kunt je abonneren op dit kanaal. Heb je het al gedaan? Super bedankt. Ik zie je heel graag bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!